Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij Zesdaagse TV. Het programma één keer per maand hier op Rijnmond, waarin we praten over wielrennen. Want ja, Rotterdam is natuurlijk de wielerstad van Nederland. Ga maar na in december de woning-zesdaagse in Ahoy. En over een paar jaar de start van de Tour de France weer in Rotterdam. Over het wielrennen praten wij vandaag met Erik Breukink, met Chantal Blaak en met Aart Vierhouten. Erik, dat rijden op de baan eigenlijk, was dat een beetje aan jou besteed? Nee. Ik heb als junior op de baan gereden, de achtervolging, dus dan rijd je lekker alleen. En dat was het dan. Gevaarloos. Ja. Ja. Nee, ik heb als amateur nog een beetje, maar als prof nooit meer op de baan gereden. Nee, want je kon wel goed tijdrijden en je ziet vaak goede tijdrijders. Ja, die achtervolging, die kunnen ook op de baan. Natuurlijk, dat kon ik ook wel. Dat is een tijdrit rijden. Maar echt de baan, zesdaagse en zo, daar heb ik nooit aan meegedaan. Nee. Nee. Chantal, jij hebt wel een keer meegedaan aan de zesdaagse hier in Rotterdam. Maar ik heb me laten vertellen, want dat damestoernooi is er niet meer, dat het misschien weer terugkomt. Misschien wel dit jaar. Als ze je nou vragen, ben je dan van de partij? Oh, nou, toen ik meedeed was het geen succes, want ik was hartstikke bang. Maar nou, heel misschien als Ruud me vraagt. Ruud is? Ruud is een privésponsor van mij, van Jordex Shipping. En hij sponsort nu ook een ploeg in de zesdaagse. Dus heel misschien als die mij vraagt dat ik meedoe. Maar ja, dat moet je misschien ook wel. Dan moet ik wel, maar anders, nee dankjewel. Ik ben veel te bang op de baan. Ja, overigens, ik zei net even, die start van de Tour de France in 2024 of 2025. Het dameswielrennen zal dan ook, dat staat wel vast, een prominente rol gaan krijgen. Jij koerst dan niet meer, nee. Maar dat moet jou goed doen. Ja, tuurlijk. Het is hartstikke mooi. Daar zitten wij al een tijdje op te wachten natuurlijk. Het is wel iets wat op onze kalender mist. En nu zit het er eindelijk aan te komen. Ik ga het niet meer meemaken, maar dat maakt niet uit. Ik ben wel betrokken. Volgend jaar ga je stoppen en ik weet dat je niet meer over te halen bent, helaas. Ja. Aart, jij combineerde het vroeger toen je wielrenner was. De baan en de weg. Ja. Waarom vond je dat een combinatie die wel goed paste? Nou, omdat je op de weg vaak met grote versnellingen zit en met aanpassingen aan terreinen waar je constant mee te maken hebt. En op de baan kon je hoger beentempo, wat ook een onderdeel was van mijn specialiteit op de weg. Sprints aantrekken, klassiekers rijden. Kon je heel mooi combineren. Was mijn optiek door de winter op die manier een goede trainingen toe te passen. Ja, en de appel valt niet ver van de boom, hè? Want je zo'n Gino, die durft het aan op de baan. Ja, belofte is ook niet bang, maar dat zie je ook een beetje aan zijn knieën. Er zitten ook wat plekjes op. Ja, je valt wel eens. Goed. Jongens, we gaan praten over, en dames, over het wielrennen van nu, van ook de laatste tijd. De Giro, Erik, hebben we net gehad. Egan Bernal wint die ronde van Italië. Waarom was hij de beste 3 weken lang? Ja, meest allround. Op de cruciale momenten stond hij er. Hij heeft 1 slecht momentje gehad. Maar een berensterke ploeg ook. Dat was ook wel cruciaal natuurlijk. Maar dat was veruit de verdiende winnaar. 2 ritten gewonnen. Ja, voor het eerst, hè? Voor het eerst dat hij etappes wint in een grote ronde. Terwijl hij heeft de Tour al gewonnen. Ja, toen ik hoorde dat hij zijn eerste rit wint ooit in een grote ronde, dacht ik, hè? Die moet toch al meer gewonnen hebben, maar ja, dat was zo, ja. Ja. Aart, jij hebt hem 5 keer gereden. 5 keer gereden. Maar je bent nu net terug uit Italië als ploegleider. Nu de 6e keer in de auto, dus dat was prima. Quebec Essels, daar ben je ploegleider van. 3 etappes gewonnen deze Giro. Ja, dan moet hier een heel tevreden man zitten. Ja. Super blij. Dat is toch echt zo, hè? Ja, nee. Voor ons was het uitzonderlijk mooi. Succes dat je... We waren gegaan voor 1 ritoverwinning natuurlijk. Dat was de doelstelling. En dat je uiteindelijk nog 2 ritten erbij pakt, dat was echt ongelooflijk. Maar ook wel het geloof in eigen kunnen. Heel erg kunnen promoten binnen ons eigen team. En daar je sterk door voelen. Daar heb ik veel van geleerd dat dus mogelijk is. Dat ik renners nog steeds zover kan krijgen dat zij zelf gaan geloven in wat mogelijk is. Want dat is vaak waar je tegenwoordig met al die metertjes op sturen, dan wordt ze allemaal verteld wat ze wel en niet kunnen. Maar ja, de grootste motor zit in je hoofd. Ja. En die moet je aanspreken, en zeker in zo'n grote ronde. Hoe bevalt het jou weer werken op het hoogste niveau in het wielrennen? Ja, heel erg interessant, heel erg leuk. Maar ook motiverend om het groepsproces te begeleiden eigenlijk. Want binnen het wielrennen moet je zelf heel goed zijn. En ben jij een van de puzzelstukjes om een teamprestatie groter te maken. En de ene keer ben jij degene die gestuurd wordt en gesteund wordt. En de andere keer ben jij degene die ondersteunt. En dat is het mooie van wielrennen. En als ploegleider heb je daar die invloed op om daarin jouw kracht weer te laten fungeren. Dus dat is mooi. Zo passievol zoals hij nu als ploegleider nu spreekt, zo ben jij, daar heb ik het idee, Erik, wel een beetje klaar mee met dat vak, hè? Nou goed, ik heb natuurlijk de laatste 5 jaar met de Roompot gedaan op een wat lager niveau. En ja, toen dat stopte, het was eigenlijk een beetje een eigen ploeg. En samen met Zeilaard opgezet. En dat was natuurlijk een mooi project. Maar ik ben niet meer op zoek gegaan naar nog iets nieuws. Ik heb natuurlijk al vanaf Rabobank 2004 dat ik erin stapte. Heb ik al achter het stuur gezeten. Dus misschien in een andere rol, maar als ploegleider niet. Nee. Nee. Toch nog even over die Giro, Chantal. Want jij zat ook waarschijnlijk voor de televisie. Derde etappe was het. Taco van der Hoorn, jongen uit Rotterdam. Wat was die dan aan het doen? Ja, dat was... Niemand had het verwacht, denk ik. Die was even aan het huishouden. Even kijken, 190 kilometer in de aanval gereden. Zoveel zelfs, ja. Het was wel een hele lange ontsnapping. Ik denk ook niet dat ze verwacht hadden dat dat zo stand bleef houden. Maar ja, supermooi natuurlijk. Hij maakt het heel mooi af. Ja, wat zit er voor hem nog in? Want hij komt uit deze buurt. Jij hebt met hem gewerkt, met Taco van der Hoorn. Kijk, hij had aan het begin van dit seizoen nog niet eens een ploeg. Nee. En nou doet hij dit. Nee, dit is wel zijn ding. Hè. In ontsnappingen, vanuit de ontsnappingen je kansen proberen te grijpen. En ik denk dat we wel een beetje de maximum zien van hem. Ja, als het echt bergop gaat en zo, dan heeft hij het wel moeilijk. Maar ontzettend ambitieus, gedreven. Hij moet echt in een ploeg zitten waar hij de ruimte krijgt om zijn ding te doen. Hij moet niet iedere dag van kilometer 1 op kop moeten rijden voor een sprinter. Heeft hij die ploeg nu bij Intermarché? Ja, want daar krijg je echt de ruimte. Ze hebben dus niet echt een absolute kopman die de hele dag uit de wind moet gehouden worden. Dus dan heeft hij alle vrijheid om mee te gaan in ontsnappingen. En ja, zo zie je maar. En dan die ene dag dat hij daar zit, dat heeft hij ook in zijn kop zitten, dat dat een keer moet lukken. Nou, dat het al zo snel lukte, dat was natuurlijk wel bizar. Maar dit is wel zijn manier van rijden en zijn maximum van zijn kunnen. Daar zit hij dat wel, dit is zijn maximum. Ja. Of gaan we nog meer zien van hem, denk je? Nee, zoveel kun je niet meer groeien qua renner dan als je echt goed bent. Dat zie je nu met de hele generatie, hoe snel komen ze niet. En met 20 jaar zie je wel wat voor renners je in de kuip hebt. Tuurlijk kun je nog stapjes maken. Maar goed, dit is eendagskoersen en aanvallend koersen. Dat is wat hij moet doen. Ja. Hoe zaten jullie in de auto toen Van der Hoorn zo verraste? Ja, aan het genieten, want onze sprinter was gelost. Dus dan maar de Nederlander moeten winnen, dacht je zo? Ja, het was een etappe waarin Bora heel specifiek de finale inluidde door te zeggen van oké, willen we met Sagan winnen? Het leek een sprintersetappe te worden, maar wel een moeilijke. Dan moeten we een aantal sprinters afvallen. En zij gingen zo hard op kop rijden dat iedere klim wel weer een sprinter, Groenwegen, onze sprinter Giacomo Nizzolo werd gelost. Daardoor een tempo bleef hoog. Alleen ze moesten nog wel die kopgroep inhalen. En daar zat het een beetje in dat ze alleen Bora bleef rijden en er kwam geen steun. Viviane zat er nog. Die liet zijn ploegmotor niet meerijden met Bora. En op een gegeven moment zei Bora, ja, zoeken jullie maar uit, dan rijden we niet meer. Ja, en toen bleef Taco weg met zijn groepje. En ja. Hij heeft keurig ingeschat wie die mee had. En dat is hij kon kloppen. En hij maakte het fantastisch. Af. Ja, en daar geniet ik ook van in de auto. Ja, dat begrijp ik. Goed, er bestaat trouwens een kans dat Taco van der Hoorn straks in december mee gaat doen aan de WielerZesdaagse. Dus dat zou wel hartstikke leuk zijn. Kunnen we hem gewoon hier in Rotterdam aanschouwen. Deze winnaar van een Giro-etappe. Giro dus gewonnen door Bernal, die niet mee gaat doen aan de Tour. Is dat niet jammer dat hij zich niet kan gaan meten met Roglic, met Pogacar? Ja goed, dat duel wil je wel graag zien natuurlijk. Ja. Dat zijn de drie beste rondrenners van dit moment. Maar als je hem nu aan het eind van de Giro ziet, dan denk ik niet dat het verstandig zou zijn om de Tour er nog aan te plakken. Want jij zag iemand die helemaal op was? Nou, ik denk ook mentaal gezien, maar lichamelijk zat hij wel aan zijn limieten. Hij bleef wel vrij goed natuurlijk, ondanks die ene mindere dag. Maar ik denk niet dat de Tour dat hij het nou nog zou aankunnen. Nee, Vuelta gaat hij wel rijden, hè? Bernal. Wie is van jou betreft de beste van die drie? Bernal, Roglic, Pogacar. Het zijn de drie waar iedereen nu voor de televisie aanzet, hè? Ja, grappig. Ja, wie weet komt er iemand anders bovendrijven. Sluit jij niet uit? Nee, maar ik denk Roglic. Toch wel. En de ploegleider? Ik weet niet, je moet ook wel kijken in het kamp van Ineos. Die hebben vorig jaar... voor hun doen een hele slechte Tour gereden. En daar is hun alles aan gelegen om dat recht te zetten. Dus ik denk dat ze daar nog wel wat van kunnen verwachten. En dat de twee waar het om zou draaien, dat het misschien nog wel eens anders kon uitpakken op die manier. Dus het heeft ook een reden waarom Bernal de Giro rijdt. Omdat hij vorig jaar niet vooruit te branden was, zeg maar, voor zijn niveau. En dat hij gewonnen heeft is uitzonderlijk, wat Erik ook aangeeft, mede dankzij zijn ploeg. Want ja, dat dipje van 4 dagen terug en iedere dag verloor hij toch tijd. Hij kon ze toch niet bijhouden. En het lag meer aan zijn tegenstanders dat hij niet afgemaakt is, zeg maar, in de laatste week, dan aan hemzelf en zijn ploeg. Ja. Dus ik verwacht een sterke Ineos tevoorschijn. Toch. In de Tour, ja. Met Thomas Slowik, die er wel bij zal zijn. Ja. Nog één keer met jullie welnemen terug naar die Giro. Verteld door de ogen van een oud Rotterdamse renner, John Den Braber. Hij blikt terug op de Ronde van Italië en heeft het ook zeker over een Belgisch talent waar we van genoten hebben, maar die na een val moest afstappen. Remco Evenepoel. Deze Remco Evenepoel bezorgt ons zoveel plezier. Een laagstenen muurtje als boosdoener en een val in het metersdiep ravijn met een bekkenbreuk als gevolg. De Muro di Sormano maakt wel vaker slachtoffers, maar dan toch meestal bergop. Nu was daar het hallucinant angstaanjagende beeld van Remco Evenepoel. Het grootste talent dat op een fiets rondrijdt. Machteloos als aangereden wild in het dorre struikgewas. Wat waren onze zuidenburen geschrokken? Hun Remco Evenemerks bleek toch gewoon een mens van vlees, bloed en breekbare botten. Debuterend twintiger van het Vlaamse platteland die binnen een paar jaar Giro, Vuelta en Tour moest winnen. En de frustratie van een natie, immers al bijna een halve eeuw zonder grote rondewinst, kon wegpoetsen. Waren al die wielerfandromen door een doodsmak nu al bedorven? Maar Evenepoel is een Flandrien. Van vlees, bloed en gelukkig goed helende botten. Binnen 2 maanden alweer buiten op de fiets. Het was prachtig om te zien. Die jeugdige bravoure, de glimlach nog even breed en de ogen weer vol glans. De wielerfans rekenen zich alweer rijk, maar zo'n doodspak doet wat met je. Lichamelijk en geestelijk. Evenepoel moest eerst weer wielrenner worden, maar zich vooral zo voelen. Dat hij bij zijn terugkeer in het peloton tijdens de Giro d'Italia zonder koerskilometers al meteen de favoriete rol kreeg opgeplakt, was eigenlijk onmenselijk. Een sportieve druk van landsbelang, waar de jonge prof zelf ook in ging geloven, deden zijn ambities al na 1,5 week kraken. Uiteindelijk reed Evenepoel de ronde niet eens uit en verdween hij als een dief in de nacht richting het thuisland. Ik hoop dat hij daar de rust en kalmte vindt om weer echt coureur te worden. Remco, zet even de social media op pauze, spreek niet met journalisten en lees geen kranten. Kom tot jezelf en laat je geen onrealistische druk meer opleggen. En als je er niet uitkomt, bel dan even met Tom Dumoulin, want die ga je nog wel wat, laat ze er lekker allemaal inzakken, tips geven. Evenepoel zet de boel naar zijn hand. Red iedereen naar huis. Mooie bijdrage van John Den Braber. Het ging al even over Tom Dumoulin, de winnaar van de Giro in 2017. Heeft aangekondigd komende zondag weer van de partij te zijn in de Ronde van Zwitserland. 4 maanden rust gehad. Wat mogen we daar dan van verwachten, Erik? Dat is moeilijk. Ik weet geen idee wat hij gedaan heeft, die 4 maanden. Heeft hij kijk, dan moet je de ooggetuigenverhalen geloven. Hij heeft veel getraind op de tijdritfiets. Is ook wel bij de ploeg geweest nu en dan. Ja. Dus ja. Ik ben benieuwd. Hij heeft er natuurlijk wel lang over... Of lang, ja, het is eigenlijk maar kort ook. 4 maanden. 4 maanden. En om dan op het hoogste niveau terug te keren. Als je echt niks gedaan hebt, dan gaat het niet lukken. Dus hij moet wel getraind hebben, anders wordt het niks. Nee. Dus ik denk wel dat hij een bepaald niveau moet hebben als je aan de Ronde van Zwitserland begint. Maar dat niveau, dat is het toch standaard? Ja, ook al ben je misschien niet zo getraind. En in zo'n ronde, kijk, uiteindelijk zal het hem gaan om die Olympische tijdrit, toch? Hij gaat kijken naar de tijdritten, wat hij daar doet in die ronde. Voor de rest zal hij niet veel aantrekken. Een klassement gaat hij niet rijden natuurlijk. Nee. Dus die 2 tijdritten zijn belangrijk en het NK-tijdrijden, hij hoeft zich niet meer te selecteren, toch? Voor de Olympische Spelen? Nee, zeker moet hij nog een tijd rijden? Nee, dat lijkt me niet. Hij moet natuurlijk wel die wegwedstrijd ook rijden. Wil hij überhaupt meedoen aan die tijdrit? Ja. Maar voor mij zit het allemaal wel goed. Hoe kijk jij daarnaar, Chantal? Naar zo'n collega? Nou ja, ik denk als hij is in ieder geval mentaal helemaal opgeladen, anders doet hij het niet. Hij is er wel klaar voor in zijn hoofd. Als hij niks heeft gedaan, dan is het echt niet mogelijk. Dat denk ik niet, ook niet een basisniveau. Maar anders gaat hij hier niet starten. Dus ik denk wel gewoon dat hij goed genoeg is om dat basisniveau aan te kunnen. En waarschijnlijk wordt hij alleen maar beter nu. En ik denk dat het alleen maar is om te kijken hoe die staat, waar die staat. Maar die Olympische tijdrit, die heeft hij gewoon in zijn hoofd. Dus reken maar dat hij daar alles aan gedaan heeft. Ja. Is het een onderwerp in het peloton, Aart? Nou, meer denk ik dat hij het lef heeft gehad om te zeggen het seizoen start en ik stop. En dat is natuurlijk nog nooit voorgekomen. Het wielrennen die gaat altijd maar door. Het zit gewoon in de genen. En dat hij dat dan wel doet, ja, dat heeft dan toch wel een bepaalde kracht voor nodig. Nou, dat heeft hij dus wel gehad op die manier. En hij heeft op tijd in de spiegel gekeken van ja, wat ben ik nu eigenlijk allemaal doen. En het heeft natuurlijk ook te maken met ene tegenslag, niet lekker zitten, van ploeg veranderen. Dan vervolgens het coronajaar, op het moment dat hij zijn eerste wedstrijd weer reed, nadat zijn knie weer het helemaal in orde was. Dus uiteindelijk heeft hij 1,5 jaar niet gekoerst. En toen moest hij weer gaan trainen. Ja, dat was wel even heel erg lastig. En dan komt dan een Tour eroverheen waar hij een paar foutjes maakt, waar hij naast Roglic gezet is, in een ploeg die heel ambitieus is en die echt op resultaat gericht is en met rijden. Ja, dat is wat tegengevallen. Ja. Ja, en dat had hij niet verwacht. En dat hij dan ja, toch nu de Olympische tijdrit op zijn kalender heeft gezet. Ja, daar moet je wel sterk voor zijn, want een tijdrit is een eindgevecht met jezelf. Dus dat, ja. Die heeft hij de afgelopen tijd genoeg gehad. Dus ik denk dat hij dat er wel aan kan. Ja. Hij is dus weer sterk en waarschijnlijk dus ook weer in zijn kop. Degene die ook sterk is gebleken het afgelopen weekend weer, Chantal, dat was Lucinda Brandt. Won de Ronde van Turingen, waar jij ook aan meedeed. Lucinda is natuurlijk al wereldkampioen op de cross, het veldrijden. En wint nu deze etappekoers op de weg. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Knap natuurlijk. En je moet toch die switch maken. Lucinda heeft natuurlijk wel een andere voorbereiding gehad. Ze, in het voorjaar heeft ze wel gekoerst, maar alles in het teken van ik ben weer later in vorm. Dat moet ook, want anders hou je het niet vol. Maar ze weet precies wat ze aan het doen is. En ze wist ook hoe ze het ging doen. Ik denk niet dat ze verwacht had dat ze met zo'n overmacht zou winnen dit weekend. 2 etappes gewonnen. Ja, ze was gewoon de beste. Dus heel knap gedaan. Ja, wat ook knap was wat jij deed begin maart. Strade Bianche winnen. Ja. En ik las ergens na afloop, dit was een van mijn beste races ooit. Ja, weet je, je hebt soms wel zo'n dag dat je echt het gevoel hebt dat je alles kan. Die heb je niet zo heel vaak in je carrière en ik had hem toen. Dat is een goed moment. Ja, hoe kwam het en wat was het? Waarom alles op zijn plek viel? Ja, weet je, ik was er sowieso heel erg mee bezig de hele winter. Dat was een koers waar ik heel graag finale wilde rijden. Dat had ik in mijn hoofd. Waarom die Strade? Waarom wil je die goed rijden? Het is een van de mooiste koersen. En, het was ook wel een beetje een wat lastigere koers met meer hoogtemeters erin. En ik had heel erg de drang om te laten zien dat ik dat ook kon. En ik heb al heel veel mooie klassiekers gewonnen en die misten nog. Dus ik had dat in mijn hoofd de hele winter. Daar wil ik goed zijn, daar wil ik finale rijden. Dus ik was daar wel mentaal heel erg mee bezig. En fysiek was ik er ook gewoon klaar voor. Dus alles viel op zijn plek die dag. En door zo'n dag denk je dan niet van, ja, ik stop wel volgend jaar, maar waarvoor zou ik dat eigenlijk doen? Ja, juist is het alleen maar een mooie aanvulling. Mijn lijstje is zo compleet al, dat het alleen maar meer rust geeft. Ik denk, ja. En je hebt ook een voorspellende gave, want ze was hier een paar maanden geleden aan. Toen zei ze, nou, ik rijd binnenkort de Ronde van Vlaanderen. Ik denk wel dat ik voor de overwinning ga. Weet je wat ze deed? Ze wonnen gewoon eventjes. Toch ook in alle ernst, Chantal. Olympische Spelen komen eraan. We hebben het net gehad over Dumoulin, die daar de tijdrit wil gaan rijden. Jij bent niet geselecteerd. Ja. Dat was je 5 jaar geleden ook niet. Toen vond je dat heel erg. En nu? Ja, natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet geselecteerd ben. Maar 5 jaar geleden was het een hele andere situatie. Toen had ik heel veel wedstrijden gewonnen. En toen was ik World Tour leider. En volgens mij had ik de meeste overwinningen van iedereen uit die selectie. En nu is het een heel ander verhaal. Er zijn zoveel meiden zo goed. Er mogen er maar 4. Wie heeft die selectie gemaakt? Ja, Loes Gunnewijk, onze bondscoach. Ja. En dat kunnen we nog bellen? Kunnen we doen. Jij bent het er niet mee eens? Tuurlijk niet. Nee. Maar dit is maar, hoeveel mogen er maar rijden? Ja, er mogen er 4 starten. En dus dat is wel lastig in Nederland, want je hebt zoveel goede dames. Ja, ik was wel teleurgesteld, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kan er ook weinig van zeggen natuurlijk. Het is niet zo dat ze 4 meiden geselecteerd heeft die er niks van kunnen. Dus ja, ik heb het wel even zwaar gehad. Ik vond het echt wel balen, maar ik voelde me al een beetje aankomen. Want ik had Strade dan wel gewonnen. Maar verder, ik ben ziek geworden in het voorjaar en de Ardennenweek was ik niet goed. En toen waren anderen wel heel goed. Maar dat kan toch geen basis zijn? Ja, dat is voor selectie, kom op. Je hebt de afgelopen jaren te laten zien wat je waard bent. Ja. Je kunt juist onder stress en druk in een evenement kun jij presteren. Dat zijn er niet zoveel die dat kunnen. Ja, dat was ook eigenlijk een beetje mijn hoop. Dat ik het vertrouwen kreeg van de laatste jaren. Ja. Maar Ja. Nee, ja. Nou, ik begrijp dus, het al. Als deze twee heren de bondscoaches zouden zijn geweest, dan was je wel naar Tokio gegaan. Ja. Ja. Wat ga je nu doen? Ik ga me volledig focussen op het najaar. Parijs-Roubaix, het wereldkampioenschap. Dus daar ben ik wel echt mee bezig. Maar nu komt nog heel veel aan. Het Nederlands kampioenschap is natuurlijk ook altijd wel heel mooi om zo'n trui te halen. Dus daar ben ik op gefocust. En dan ga ik de Giro in. Giro Rossa? Ja, en, we hebben een paar meiden in de ploeg die daar kunnen winnen. Dus ik mag op kop rijden. Nou, dat is altijd wel, wel leuk. Waarom kan jij daar niet winnen? Nee, ik heb zelfs nog nooit een etappe gewonnen in de Giro. Omdat ik altijd bij de kopvrouwen moet blijven. Nee, de Giro is voor het eindklassement, dat is niks voor mij. Het is veel te, ik ben geen klimmer. Dus ik moet het meer van de Strade Bianche hebben en de Ronde van Vlaanderen, dat soort wedstrijden. Ik hoop ooit nog een keer een etappe te winnen. Maar dat ooit, dat heb ik altijd gezegd, dat is nu de laatste kans. Dus ik kan er nog een gooi naar doen. Maar, dat die kopvrouw maar een keer achter hem. Ja, goed. Als ik in de situatie kom, dan ga ik er heel graag voor. Want dat is wel iets wat mist. Maar aan de andere kant, Giro is voor mij altijd een hele mooie voorbereiding. En een goede zomer doorkomen en naar het najaar toe. Ja, nou, we gaan dat allemaal volgen hier ook bij Rijnmond. Jouw laatste hoofdstukken als professioneel wielrenster. Aart, jouw ploeg, QBK, is een sponsor. Wat een non-profit organisatie is, dat is op zichzelf al heel bijzonder. En ik benoem het nu juist specifiek eventjes, want jullie hebben een bijzondere actie op touw gezet voor kinderen, voor mensen in Zuid-Afrika, om die aan het fietsen te krijgen. Wat is dat precies? Ja, wat het is dat je ziet in Zuid-Afrika met heel veel mensen die geen fiets kunnen veroorloven, dat ze een fiets kunnen verdienen. Dus dat is ook eigenlijk wat wij zeggen, hands up. In plaats van, ik wil alsjeblieft wat hebben, verdienen zij een fiets door middel van allerlei projecten. En met name op sustainability, plastic verzamelen, rotzooi opruimen, bomen planten. Je kunt ze gek niet bedenken, maar er wordt heel veel gedaan om dat te stimuleren. En op die manier kunnen kinderen, maar ook volwassenen, kunnen op die manier fietsen verdienen. En als zij een fiets hebben, dan betekent dat zij niet meer een uur naar school moeten lopen, maar dat ze op een fiets in 20 minuten op school kunnen zijn. Dat zij de noodzakelijke boodschappen, et cetera, kunnen doen vanuit het gezin op de fiets, in plaats van dat iemand een half dag onderweg is met lopen. Mm-hmm. En op die manier wordt er heel veel ondersteund in allerlei gebieden in Zuid-Afrika. En inmiddels gaan ze ook de grens over, Eritrea, Nigeria. En dat is de QBK Foundation. En dat is eigenlijk, ons uithangbord. Zijn wij als wielerploeg om dat kenbaar en meer te laten uiten in de wereld. Het zal een goed gevoel geven om daar onderdeel van te zijn, denk ik. Ja, dat is natuurlijk een hele andere insteek. Wij zijn een van de 19 World Tour teams die niet per se een merk toonbaar willen maken of het merknaam vergroten. Of dat het is niks commercieels dit. Nee. Nou, dat is uniek hoor, in deze wereld, maar ook in deze sport. Ja. En dat mooi. Is ook wel iets wat we natuurlijk verder willen uitdragen naar de toekomst toe. En daar is een duidelijke keuze in gemaakt. En blijkt nu ook dat de fanscharen, die wordt groter en groter. Mensen beginnen een beetje te begrijpen wat het inhoudt, wat we aan het doen zijn. Je merkt ook binnen het team zelf dat daar iedereen daarmee begaan is. Het team is ook mee geweest naar Zuid-Afrika en de townships bezocht. En de dorpen waar de fietsen worden... mensen krijgen ook fietsles, want ze kunnen natuurlijk niet fietsen, de kinderen kunnen niet fietsen. Waar ze over moeten denken, reparatie van een fiets moeten ze ook kunnen, want er is niet de fietsenmaker die wij gewend zijn op iedere hoek van de straat alleen ergens te kunnen vinden. Dus er zit een hele moving achter om ook inmiddels, de laatste dingen wat gebeurd is, is dat de fietsfabriek in Zuid-Afrika neer is gezet. Met behulp van Mercedes, die daar op hun eigen terrein een hele fabriek heeft neergezet om weer werkgelegenheid te creëren en niet meer die fietsen in China, Taiwan te kopen. Die worden nu zelf gemaakt in Zuid-Afrika. Dus die cirkel moet rondkomen en wij hopen daaraan bij te dragen. Ja. Nou, mooi dat je het zo hebt kunnen vertellen en ook om zo nog even te benoemen. We komen bijna tot een einde, maar ik heb hier liggen, dat zijn de 2 VIP-kaarten voor de slotdag van de WielerZesdaagse straks in december. En die kunnen voor u zijn. Daarvoor moet u eventjes naar de website, die verschijnt nu in beeld. Prijsvraagje invullen is altijd een hele makkelijke vraag en dan zijn die VIP-kaarten misschien wel voor u. Erik, wat betreft de wielrennen, waar kijk je voor de komende tijd het meest naar uit? De toeren. Ja. We zijn nu Dauphinés begonnen, dus dat is een beetje de aanloop. Voorbereiding. Kijken wie er goed zijn. Roglic, Pogacar gaan we niet echt zien voor de toer. Nee. Dus dat, opvallend hè, eigenlijk. Ja. Goed, we gaan dat met veel plezier volgen en dan hier in dit programma weer bespreken. Chantal Blaak, veel succes de komende maanden. Kom nog eens terug, dat zeg ik ook tegen Aart Vierhouten. Bedankt voor jullie komst. Tot zover deze Zesdaagse TV. Eén keer per maand zijn we op Rijnmond met dit programma. Dus over een paar weken weer. Graag tot dan. Dag.